Theodora, welkom weer hier. En nou ja, we staan bij een gaspomp. Maar dat is natuurlijk niet voor niks, want ik ga weer met jou praten over jouw mooie bedrijf. En dat is Happy in Florida. En wat doen jullie zoal? Wij begeleiden investeerders uit Nederland in Amerika om hun Amerikaanse droom werkelijkheid te maken. Nou ja, en wat zou die droom dan kunnen zijn? Wanneer men eenmaal Amerika bezoekt, gaat men terug en weer terug. Misschien begint het bij Disney met de kindertjes. Dan groeien de kindertjes op, die willen studeren in Amerika. Huisje kopen, nog een huisje erbij, eentje verhuren. Oké, dus in eerste instantie zeg maar die lifestyle die zo geweldig is daar. Dus niet alleen die zon, die is overal, maar die lifestyle. En daarnaast inderdaad de mooie woningen en kavels die er wellicht te koop en ook te huur zijn. In Amerika kun je een heleboel voor je geld krijgen. Mm-hmm. Meer dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Meer huis voor je geld. En je begint al eigenlijk vanaf 2 ton kun je een mooi huis krijgen. Want ik kan me ook voorstellen voor Nederlanders die daar willen kopen, dat die regelgeving daar is heel anders. Hoe zit dat dan? Daarom komen ze naar Happy in Florida. Ze praten met vriendjes, ze zijn al zwaar aan het studeren hoe ze kunnen kopen, waar ze moeten kopen en wat ze moeten kopen. En dan gaan ze naar vriendjes en die zeggen, nou, praat eens met Theodora. Want wij hebben het Dream Team. Wij denken met onze kopers mee. Ja. In alle aspecten, juridisch, belastingtechnisch, accounting, CPA. Dus op maat kunnen jullie zo mensen de dingetjes leveren, de huizen, alles wat men wenst. En ook gewoon verzorgen en ontzorgen. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk ding. Het is natuurlijk wel een afstand. Ook al is het natuurlijk wel zo dat het snel te vliegen is. Heel snel. Vooral naar Orlando. Hey, direct de vluchten. Nou ja, dat is inderdaad ook wel kan heel erg handig. Ja. Nou, wat ik zo denk, heb je nog meer tips of dingen die wellicht interessant zijn voor ons Nederlanders om daar naartoe te gaan? Nou, de zon hebben we dus in Florida. Je kunt er makkelijk komen. Dat is een no-brainer. En alles kan. We hebben all-night shopping, all-night dining. Live the life. We live the American dream. We sell the American dream. En Theodora, aan wat voor soorten huizen moet ik dan denken? Nou, het typisch Amerikaanse huis waar men mee begint is 3 slaapkamers, 2 badkamers, een garage voor 2 auto's. Niet dat er 2 auto's in staan, maar misschien wat extra spulletjes. En een zwembad. Nou, dat klinkt al zeker al heel veel meer dan wat wij hier in Nederland krijgen voor bepaalde bedragen, toch? Zeker. En dat is de attractie van Florida. Het is cost of living is erg laag. Maakt het heel interessant voor onze Nederlanders om daar te zijn, tijd door te brengen en alles kan. En een hip modern penthouse? Ja, hip penthouse. een huisje aan het water. Aan het water. Florida heeft heel veel water. We hebben 800 mijlen strand. Oh, mooi. Nou, klinkt inderdaad zeker aantrekkelijk. Dankjewel, Theodora. Dus voor living the dream, hè? Happy in Florida. Happy in Florida, we live the dream. And we sell the dream. Dankjewel, tot volgende keer. En voor meer informatie, ga naar rtl.nl/lifeisbeautiful.